gingerbread mannetje. Ik heb dit nog nooit eerder gebruikt, dus ik ben heel erg benieuwd. Hey, super leuk dat je weer kijkt naar de nieuwe video op het YouTube kanaal van Action. Mijn naam is Sabrina en ik ben echt zo enthousiast over de video van vandaag. Want ik heb namelijk heel veel kerstspullen gekocht bij de Action. Kerst is echt mijn favoriete tijd van het jaar. Ik hou van alle decoratie-elementen. Het geeft zoveel sfeer, dus ik ben zo ontzettend excited om mijn nieuwe aankopen met jullie te delen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst vragen om een duimpje omhoog te doen en te abonneren op dit YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laten we maar snel met de shopvlog beginnen. Als allereerst hebben we hier de kerstboom. Hij is 180 centimeter hoog. Hij is ideaal voor bij mij in het appartement, want ik heb niet heel veel ruimte. Dus hij is perfect. Ik ga hem straks ook uitpakken en versieren. Maar dan weet je welke kerstboom ik heb gekocht. En de boom was €26,95. Dan heb ik heel veel van dit gehaald. Slingers. De veertjes die hier vallen wel een klein beetje eruit, maar dat maakt helemaal niks uit. Per stuk is zo'n verenslinger €3 en ik heb er 3 of 4 gehaald. Dan heb ik ook heel veel kerstballen. We hebben hier 2 hele schattige met een gingerbread mannetje en een hond. Super cute. En deze waren 92 cent per stuk. Dan deze prachtige hartjes. Ik vind ze zo mooi. En deze waren €2,19. Ik ben onbewust een beetje voor een goud-wit-zilver thema gegaan. Zoals je kunt zien heb ik een aantal van deze ballen. Ze waren €1,12 per stuk. Glitters zijn leuk. Soms een klein beetje vervelend. Maar tijdens deze tijd van het jaar vind ik het totaal niet erg om helemaal onder de glitters te zitten. Dan heb ik ook 2 keer een sneeuwvlokje met glitters. En deze waren 79 cent per stuk. Dan heb ik 3 keer van deze ballen. Ik was zo blij dat het assortiment dit jaar zo veelzijdig was. En alles vond ik leuk. Het liefst had ik alle ballen ingeslagen, maar zoveel ruimte heb ik ook weer niet in mijn boom. Ja, ik werd er wel heel erg blij van en nog steeds word ik er heel erg blij van. En ik heb ook deze goud met steentjes. Volgens mij zei ik het net verkeerd. Deze waren €1,12 per stuk en de grotere kerstballen die waren €1,99 per stuk. Naast alle bijzondere ballen heb ik ook nog een aantal simpele ballen gekocht. Dit komt in een set van 18. En we hebben hier wat neutrale kleuren, brons. Dus het past wel bij mij in het thema. Misschien dat ik er nog eentje ga kopen. Het ligt eraan hoe vol ik hiermee de boom kan krijgen. En anders ren ik naar de Action om nog even wat extra ballen te halen. Maar ik vind deze kleuren ook echt super leuk. En die set kostte trouwens €5 of €4,99 om precies te zijn. Om de ballen op te hangen heb je natuurlijk ook haakjes nodig. Ik vergeet altijd dit te kopen, maar dit is echt super handig. Hierin zitten 50 haakjes en dit kostte maar 43 cent. Natuurlijk kan een piek niet ontbreken. Dus ik heb deze witte piek met allemaal pareltjes. Ik hoop dat je het een beetje kan zien. En deze was €3,49. En dan ook wat ontzettend essentieel is in een kerstboom zijn lichtjes. Ik heb hier verlichting dat je zowel als binnen als buiten kan gebruiken. En er zitten 540 lichtjes. Dus dat is aardig wat van in totaal 10 meter aan verlichting en 5 meter aan extra verlengdraad. Dus ik hoop dat ik hier aan genoeg heb. En als dat niet het geval is, moet ik weer even terug naar de winkel. En wat extra lichtjes halen. Maar ik denk dat dit wel prima is. Er zit ook een timerfunctie op. Oké, dat vind ik heel erg nice. Ik zie dat nu hier staan. Dus dat is ook ontzettend handig. En deze lichtjes waren €14,95. Om mijn kerstboom toch meer een winterse look te geven, heb ik sneeuwspray gekocht. Ik heb dit nog nooit eerder gebruikt. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Maar ja, kan toch niet verkeerd gaan. Ik ben heel erg benieuwd naar. En dit kostte €1,69. We zijn er nog niet. Ik heb nog een aantal dingetjes. Laat trouwens hieronder in de reacties weten wat voor kleuren jij het mooist vindt in een kerstboom. Heb je een bepaald thema dit jaar? Of heb je ieder jaar hetzelfde thema? Ik ben er wel heel erg benieuwd naar. Want mijn vorige kerstboom was zilver en roze. Ik ben wel benieuwd wat jouw thema is dit jaar. Dan heb ik ook dit plaid gekocht. En ik ben van plan om dit plaid onder mijn kerstboom te doen. Ik vond dat wel een leuk en cozy ideetje. En mocht dat er niet leuk uitzien, kan ik hem ook gewoon als dekentje natuurlijk gebruiken. Maar misschien
is de uitvoering wel heel erg leuk van. En deze kostte €9,95. En dan heb ik nog twee cadeauverpakkingen. Ik denk dat ik er meer ga halen, want hier heb ik niet genoeg aan. Besef ik me nu. We hebben hier een cadeaudoos. Super leuk. En deze was €1,89. En dan hebben we nog een cadeautasje. Deze was 68 cent. Ik ga sowieso binnenkort even terug om misschien nog extra versiering te halen. En cadeauverpakkingen, want dit is toch een partijtje schattig. Oké, nu ik alles heb laten zien, ga ik mijn kerstboom optuigen. En ja, ik heb er heel veel zin in. Dit was dan de video. Ik ben echt meer dan gelukkig. Laat vooral hieronder in de reacties achter hoe jouw kerstboom er dit jaar uit komt te zien. En abonneer natuurlijk ook op dit YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En geef deze video ook een like als je hem leuk vond. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. En hopelijk zien we elkaar snel weer. Doei!